Monique, HR voor de Toekomst Festival. Wat heb je vandaag onthouden? Wat is het mooiste wat er gebeurd is? Ik vond de opening vond ik het allermooiste wat er gebeurd is. Wat is er gebeurd? Met Joy Wegeman hier tot verhaal. Wat heb jij daar onthouden? Wat ik heb onthouden is dat hij ik toch wel even teruggeblikt heeft hoe dat heel veel mensen toch werken. En wat toch wel heel gewoon is geworden wat we allemaal nastreven. Wat ja, misschien toch niet altijd even goed werkt. Dus dat vond ik erg inspirerend. En soms helpt een modelletje. Is dat ik wil iets laten zien in het, uit HR voor de Toekomst? Wat wil je laten zien? Ja. Van dit model, dat liet hij zien, met de flow. Zei in zijn speech zei hij van nou, als je een functioneringsgesprek houdt of een voortgangsgesprek, dan kun je zoiets bij een medewerker neerleggen en dan vragen waar zit je om het gesprek aan te gaan. En dat vond ik wel heel erg leuk. Je bent getriggerd, hoe blijf ik in de flow en hoe neem ik andere mensen mee in de flow? Nou, eigenlijk niet. Eigenlijk zei hij van je kunt dan het gesprek aangaan en als iemand bijvoorbeeld zegt ik zit niet in die flow, dat je dan kan zeggen van hij kan dan zelf aangeven waar zit je. En dan kon je zeggen van nou, dan wat is er dan voor nodig om in die flow te komen? Dankjewel. Vanessa, je straalt, proeftuinen, je bent er al een paar jaar mee bezig en nu vertellen andere mensen jouw verhaal. Wat is er in de workshops over de proeftuinen, over arbeidsrelaties vandaag verteld? Waarom die organisaties daarmee bezig zijn gegaan. En, waarmee? Waarmee zijn organisaties bezig gegaan? Met flexibel werken, flexibele arbeidsinzet, flexibiliteit en mobiliteit binnen hun organisaties. Help me even in één zin, flexibele arbeidsrelaties, wat is het? Het is niet echt in één zin te omschrijven, maar het is anders werken en anders denken. Het is meer werken en denken in opdrachten en klussen. Meer resultaatgericht werken. Maar elke organisatie geeft er zijn eigen invulling aan, dus ik kan er niet één antwoord op geven. Super, dankjewel. Nog één vraag, wat heb je onthouden deze dag? Wat was het meest mooie wat je hebt gezien? Ik heb eigenlijk heel veel mooie dingen gezien en ik ben eigenlijk vooral gesterkt in dat het goed is om verder te werken aan flexibel werken binnen de overheid, meer samen te werken. En ik heb vooral me gesterkt gevoeld in waar ik mee bezig ben. Dus. Dankjewel. Joke, je hebt vandaag een workshop gegeven over wendbaarheid. Wat is de kern van jouw sessie geweest? Wat moeten we onthouden? Dat ervaringscertificaat en e-portfolio mensen kan helpen bij wendbaarder te worden in de organisatie. En wat helpt het? Wat doet het? Het zorgt ervoor dat je gaat kijken wat heb ik eigenlijk allemaal aan werkervaring en wat is dat waard op de arbeidsmarkt ten opzichte van een mbo of een hbo. En dan blijkt dat mensen gewoon eigenlijk veel meer in huis hebben dan dat ze denken. Super, dankjewel. Je hebt enorm veel energie gestoken in deze dag. Heeft dit opgeleverd? Waar ben je door getriggerd geraakt? Wat deze dag voor mij weer heeft bevestigd, is dat voorbeelden uit de praktijk het allerleukste zijn. Wat is het allermooiste voorbeeld uit de praktijk wat je vandaag hebt gehoord? Dat vind ik moeilijk hoor. Ik vind Breda heel leuk met hun project in de buitendienst. Hoe ze mensen daar langer inzetbaar houden door vanuit de buitendienst zelf. Ja, dat is mooi. Super, dankjewel. Jullie zitten er zo mooi bij. Reflectie van de dag, wat heeft dit voor jullie opgeleverd? Energie en nieuwe ideeën. Voor mij inspiratie en we willen allemaal hetzelfde. Een goede HR opzetten. Wat heeft je geïnspireerd? Wat was het meest inspirerende? Ja, wat heeft me geïnspireerd? Ik moet zeggen, ik moet het ook nog even wat laten zakken. Maar ik vond de voorbeelden voor mobiliteit vond ik heel interessant. Van de kan gewoon meer dan je denkt. En ja, dat is mijn motto, maar dat wordt alleen maar bevestigd vandaag. En dat is natuurlijk altijd leuk als iets past binnen je eigen referentiekader.